15 jaar geleden kon Eva de Goede nog niet vermoeden dat ze nu, met twee Olympische gouden medailles op zak, haar tweede WK-finale speelt. Het 10-jarige meisje van toen blikt nog even terug. Is het meisje van de eerste foto erg veranderd? Ik denk dat het meisje van de eerste foto wel een beetje veranderd is, ja. Ik ben gaan hockeyen omdat vriendinnetjes van mij gingen hockeyen, dus ik dacht ik ga het proberen. En ik denk als ik nu naar mezelf kijk dat ik nog steeds hockey, omdat ik het gewoon echt ontzettend leuk vind om te doen. Nog steeds wel met anderen ook in een team. Ik vind teamsport gewoon super leuk en ik ben niet zo van dingen alleen doen. Maar het is wel echt van ik ga hockeyen omdat vriendinnetjes doen. Naar ik ga hockeyen omdat ik het gewoon het allerleukste vind om te doen. Dus ik denk wel dat het iets veranderd is, ja, het meisje van toen. Hier heb ik echt mijn Ajax pak aan, hè? Dat vind ik wel het mooiste. Wanneer werd je het meisje met ambities, de gedreven topsporter? Ik denk dat het voor mij is gekomen toen ik 17 jaar was en toen geselecteerd werd voor het Nederlands team. Ik heb altijd gewoon gehockeyd om, natuurlijk nou, nog steeds omdat ik het leuk vind, maar dat ik toen dacht van wauw, ik vind dit echt zo gaaf en ik wil hier in het team blijven spelen vanaf zo'n jonge leeftijd al. Ik deed hockey altijd gewoon voor de gezelligheid en toen dacht ik van nee, het is niet meer voor de gezelligheid en het is echt iets wat ik heel erg graag wil. Dus ik denk eigenlijk vanaf het moment dat ik voor het Nederlands team geselecteerd werd. Deze is wel mooi, hè? Ik had hier alleen niet mijn band in, maar dit is wel een foto die ik nooit vergeet in ieder geval. Je eerste interland en ook nog een doelpunt scoren. Dat is wel leuk. Ja, moeilijke momenten zijn denk ik toch wel dat je dingen af moet zeggen of dingen buiten het hockey niet mee kan maken. Maar achteraf gezien is het vaak ook niet moeilijk omdat wij vaak goede resultaten halen met hockey. Dus dan heb je het er allemaal voor over. Ik weet niet hoe dat zou zijn voor mij als je dingen net niet haalt of als je nooit iets gewonnen zou hebben. Ik denk dat ik het er dan veel moeilijker mee zou hebben. Maar ik denk toch wel vooral familie en vrienden af en toe moet teleurstellen omdat je moet hockeyen. Dat wel het lastigste is, ja. Is dat moeilijk om minder sociaal te zijn voor je omgeving? Ja, vind ik eigenlijk wel. Omdat ik wel een sociaal persoon ben en zo ben ingesteld. En die mensen in je omgeving die zijn er ook juist voor je tijdens het hockeyen. Dus dan wil je er ook graag voor hen zijn. En dat kan dus niet altijd. Winnen, succes, dat verveelt niet, maar het bepaalt misschien wel het moment van stoppen iets eerder. Ja, misschien wel. Ik vind het lastig om te zeggen, ik bedoel, ik ben nu 25, van wanneer ga je stoppen, dat weet ik nu echt nog niet. Het is voor mij ook wel iets van, ik vind het gewoon nog zo erg leuk om te doen en ik haal er zoveel voldoening uit dat ik het voorlopig nog wil blijven doen. Maar ja, stel dat we aankomende 4 jaar niet goed presteren en je verliest alles, dan is misschien de lol er ook wel snel vanaf. Dus ik denk dat het inderdaad wel een beetje met elkaar te maken heeft. Of je hebt alles gewonnen dat je denkt, ja, wat moet ik nou nog doen? Maar hoe ik er nu in sta, verveelt winnen nooit en is iedere overwinning iets nieuws, iets moois, brengt andere dingen met zich mee. En ik kan er niet genoeg van krijgen, dus voor mij is er nog geen stoppen. Gaan we nog iets van het 10-jarige meisje terugzien in de finale? Iets van een 10-jarige meisje, ik denk het wel. Ik ben wel dit toernooi bezig met gewoon heel erg genieten van wat ik aan het doen ben. En proberen, naast dat je natuurlijk met volle overgave aan het hockey bent, ook met een lacher te staan. En er echt van te genieten waarom je op hockey bent gegaan en ja, met wie je dit allemaal deelt. Dus ik denk dat jullie dat wel terug kunnen zien straks.